wat vooral bij me naar boven komt is ja, dat ik dan aan Jezus denk en zijn discipelen. Dus een soort leraar-leerling verhouding. Maar dan wel een beetje anders dan dat we dat nu kennen. Want wat we nu vaak leren is een stukje theorie natuurlijk. Als je naar school gaat of opleiding volgt, dan een stukje theorie en wellicht ook wat praktijk hoe je dat toepast. Maar ja, wat je bij Jezus vooral ziet is dat ze echt met hem meewandelden en ook alles zagen wat hij deed. En ook uiteindelijk leerden wat hij deed en echt dat in de praktijk brachten. Nou, in het geval van Jezus of in het geval van een rabbi denk ik had ook veel zeggenschap over het leven van zijn discipelen. Dus een stukje input wat verder gaat dan alleen de lesstof. En ja, ik denk dat dat iets is wat we niet meer zo kennen nu. En ik denk best wel iets heel moois om weer op die manier wellicht te gaan leven of iets uit te rollen. Toen mij werd gevraagd om wat te delen over wat discipelschap voor mij betekent, moest ik direct denken aan de opdracht die Jezus aan zijn discipelen gaf in Matteüs 28, waarin hij zegt dat ze de wereld in moeten gaan en alle volkeren moeten maken tot zijn leerlingen. Nu is niet zozeer het bekeren zelf wat ik direct link aan discipelschap, maar wel het daarna oplopen en de weg bewandelen die nieuwe en jonge christenen moeten gaan. Om hen daarin te bemoedigen, te stimuleren en aan te moedigen om een leven te leiden zoals Jezus dat zijn leven heeft geleid. Het mooie hieraan vind ik juist dat zij niet alleen dingen van ons kunnen leren, maar ook dat wij juist van hen ook kunnen leren. Dat maakt discipelschap niet een eenrichtingsweg, maar juist iets wat twee kanten op gaat, waarin we kunnen leren en waarin geleerd kan worden. Dat vind ik ook mooi aan de kringen die wij in de Burcht hebben, dat je als groep, het maakt niet uit welke leeftijd of ervaring je hebt in het geloof, maar dat je juist van elkaar kan leren, dat je elkaar daarin kan bemoedigen, dat we samen God kunnen zoeken en hem kunnen aanbidden. En dat vind ik zo waardevol aan de kringen die we hebben, omdat we dan als volgelingen van Jezus samen deze weg kunnen bewandelen.